ik loop elke morgen hier langs. En dan heb ik die jongens gezegd, hé, hey, opa Dorothy dat je. Zij dachten, ah, wat gaat de minister daar doen? Ik dacht, hé, opa Dorothy meer, hè? Die andere zei, dat ja. De Stichting Staatsziekenfonds heeft op donderdag 19 april 2019 een verstrekpunt geopend op het ministerie van Volksgezondheid. Hier kunnen burgers terecht voor het afhalen van hun BZV en BASO-kaarten. Ook kunnen ze vanaf heden hun klachten hier deponeren. Wij brengen u terug naar het mooie moment. Oh my god. Minister. Vandaag is er een verstrekpunt BASO-kaarten van het Staatsziekenfonds hier op het ministerie geopend. Wat betekent deze ontwikkeling van het ministerie? Nou kijk, voor het ministerie is het heel positief. Maar bovenal voor de klanten die hier gaan komen. Wij als Volksgezondheid krijgen heel veel aanvragen. We proberen de mensen te helpen, hoewel dat niet onze core business is. En op een gegeven moment vlogen de pan uit. Zoveel mensen hadden we. Dus toen kwam ik op het idee om een onbenutte ruimte. Een ruimte die helemaal verwaarloosd was, jaren. En ja, als je volksgezondheid hebt, dan kan je ook niet met vuile en verwaarloosde ruimte zitten. Dus we hebben dan twee vliegen, eigenlijk drie vliegen in één klap, want hier is ook een klachtenbureau. Hebben we dan genomen. De ruimte dat zo verwaarloosd en onhygiënisch was, is nu heel mooi, heel modern opgefrist. Er is een verstrekpunt van kaarten hier voor de mensen die naar volksgezondheid komen. Dan hoef je ze niet. Gaat u nu aan de Rust- en Vredestraat of aan de Fred Derbystraat. Een klachtenbureau is nodig. We krijgen zoveel klachten. Van alles en nog wat. Dit is het begin. SZF heeft hier voor een eigen klachten een persoon hier. Maar er komen ook twee personen van het ministerie zelf die de klachten over het algemeen gaan behandelen. Dus ook een klacht van SZF gaan we vlak hier in dit gebouw behandelen. Eerst kunt u fysiek komen, dus u kunt anytime vandaag na 12 uur alvast komen. Maar vanaf dinsdag zijn we elke werkdag open van, ik dacht, 7 tot 3. Kunt u uw klacht fysiek indienen. De tweede fase is dat er van hieruit ook datalijnen en telefoonlijnen komen. Waardoor wij op een gegeven moment ook een 24-hour service gaan bieden. Maar we beginnen pilot-wise. Binnenkort gaat u ook telefonisch uw klacht kunnen geven. Daarna gaat u ook elektronisch via e-mail of WhatsApp uw klacht kunnen deponeren. En uiteindelijk willen we dan in een verdere fase dat het kantoor dan open gaat tot 10 uur en uiteindelijk 7 days a week, 24 hours, kunt u hier zijn voor uw klacht. Directeur, er is een nieuw verstrekpunt van het Staatsziekenfonds geopend. Zal het voor meer efficiëntie zorgen? Dus met andere woorden, zal het de dienstvoorziening vergemakkelijken? Nou, in principe, elke verstrekpunt erbij, ja, is een vergemakkelijking voor de samenleving. Ja, omdat je dan geen crowding meer krijgt, ja, geen opeenstapeling meer, opeenhoping meer krijgt van grote massa's, ja, bij minder verstrekpunten. Om concreet antwoord te geven op je vraag, nou, dit heeft eigenlijk een ander karakter, in feite. De minister heeft me namelijk gevraagd om toch wel om een klachtenbureau, ja, open te stellen hier bij het ministerie van Volksgezondheid. En dat hebben we dus aanvaard, die uitdaging hebben we aanvaard. Ik heb het al eerder gezegd in mijn speech. Het is namelijk goed
dat we dus dichtbij eigenlijk de vader van volksgezondheid, degene die beleid maakt en verantwoordelijk is voor volksgezondheid in Suriname, ja, dat we daar een klachtenbureau opzetten. En dat is goed namelijk, omdat het dan toch ook wel gezien kan worden, en zo moet het overigens, ja, als dat wij klachten als zeer serieus zien. Wij van het SZF, die willen toch wel weten van wat er zich afspeelt in het veld met de dienstverlening. En daarvoor is het in principe bestemd. De dienstverlening van zowel de dienstverleners met wie het SZF overeenkomsten heeft, maar ook, ja, voor wat betreft de service van het SZF zelf, daar willen wij ook over horen. Omdat elke klacht één te veel is. Wat wij doen namelijk met de klachten is dat wanneer het een klacht betreft, ja, van een dienstverlener, dan gaan wij dus vanuit onze competentie, het SZF, proberen te dealen daarmee. Dan gaan wij dus de klachten behandelen om te kijken namelijk, ja, wat fout is gegaan. Per slot van rekening gaat het erom dat we willen dat elke verzekerde bij het SZF op een waardige, correcte en zinvolle manier, ja, aandacht krijgt, dienstverlening krijgt, ja, van de dienstverlener waarmee het SZF een overeenkomst heeft.